Johnny de Mol. Lieve mensen, ik heb de afgelopen 3 maanden gewerkt met de heren wat achter mij staan. Ze zijn bijgestaan door andere Kane en Direct. En we willen allereerst even de Hanson Pauls bedanken, want dankzij hun mogen zij hier 1 nummertje spelen. En het is hun single, Even. Het heeft She Fucked All Your Friends. Please give it up for the Kleine de Blanc! Had a taste in it. She was good. The door goes off and then the plane crashed down. Best friend took her on his wings, but he was hurt under the rocks. So the troubles went all along the way. Wat was er speciaal aan jullie dat jullie zo in één keer dat publiek helemaal gek maken? Ja, precies. We zijn gewoon een heel aparte muzikanten. Wij dit mogen meemaken. Dus het lijkt best een pinpop, joh. Ja, of niet? Wij maken gewoon goed muziek. Juist. Volgens mij hebben we een nieuwe rockband in Nederland. Ik wou net zeggen, ze zijn volgens mij het eerste optreden vandaag dat bij het eerste nummer gelijk het hele publiek gek maakt. Ja, ik vind het knap. De bassist die speelt echt pas 8 maanden bas of zo. En ze spelen pas 3 maanden samen en dan dit doen. Hoe belangrijk is dit? Ja, voor hun is dit natuurlijk echt helemaal te gek. Okay. Super. Ja. Ging het? Kikken! Kikken? Kikken. Wat was zo kikken dan? De spanning, het publiek, de muziek. Ik zit allemaal te shaken. Voor het gaan dan? Helemaal te gek, ik heb alles gegeven aan het publiek. Lekker alles. Lekker alles geven. Heb je wel het publiek gezien dan, hoe ze tekeer ging? Ja, zeker. Ja. Hoe was het voor jullie dan? Ja, geweldig. Ja? Ja, vond het echt goed. Want Johnny de Mol loopt ook met jullie mee. Wat is zijn rol voor jullie? Die is onze coach. Oké, okay. Ja. Heb je daar een beetje wat aan of niet? Een beetje. Een beetje? Wat zegt u dan tegen jullie? Nee, Johnny is goed. Ja? Johnny is goed. Ja, dit leer ik van Johnny. Heb je hem wel eens uitgedaagd? Wie dat sneller kan drinken of niet? Ik wel. Geloof je dat? Nou, hij heeft mij geleerd hoe je dit kan openmaken zo met je tanden. Ja, maar dat doe ik niet meer. En dat doet hij niet meer, dat heeft hem zijn gebitje gekost. Ja, ja? Ja bijna, het heeft me bijna helemaal een gebit gekost. Okay, dus dan kun je ook zien op het programma, het heeft een arm gekost. Nog een arm, een appeltine en een tand. Oké, dan. Proost mannen. Proost.